popcorn maken. Popcorn is gepofte suikermais. Je gebruikt voor popcorn gedroogde maïskorrels. Zet een grote pan op het vuur en schenk er een dun laagje zonnebloemolie in. Zorg dat de hele bodem met olie bedekt is. Laat de olie goed heet worden, maar niet walmen. Om te testen of de olie heet genoeg is, kun je een paar korrels in de pan doen. Gaan ze meteen hard ronddraaien, dan is de olie heet genoeg. Doe een laagje gedroogde maïskorrels in de pan en doe de deksel erop. Schud de pan zodat alle korrels met olie bedekt worden. Doe niet te veel maïskorrels in de pan, want de korrels worden 7 tot 8 keer zo groot. Wil je meer maken, dan doe je dat in porties. Laat ze rustig poppen en schuif de deksel een beetje schuin op de pan, zodat de stoom kan ontsnappen. Schud de pan nog een keer. Zet het vuur uit als er geen maïskorrels meer poppen. Laat de deksel nog even op de pan, zodat ook de laatste korrels popcorn kunnen worden. Bestrooi voor een zoute variant de popcorn met een halve theelepel zout en schud de pan nog eens goed. Voor zoete popcorn strooi er een eetlepel poedersuiker over en schud je de pan. Zo maak je popcorn.